Dirk Kuyt, de huidige trainer van Beerschot, is volop in beweging, letterlijk en figuurlijk. Recent zijn verhuiswagens gesignaleerd bij zijn woning, wat speculaties heeft aangewakkerd over een mogelijke verhuizing naar België. Het juiste kanaal RealityFB op Instagram suggereert dat de verhuizing naar België wijst op een langdurige verbindenis met de club. Dit zou betekenen dat Kuyt niet van plan is om zijn positie bij Beerschot snel op te geven, ondanks de zware tijden die de club momenteel doormaakt. Kuit kwam vorig seizoen halverwege aan het roer bij Beerschot en leidde de club naar promotie, maar dit jaar verloopt alles anders. Na negen wedstrijden bevindt de ploeg zich op de laatste plaats in de competitie. Het meest recente dieptepunt was een zware 4-0 nederlaag tegen Royal Antwerp, een duel dat voortijdig werd beëindigd nadat Beerschot-supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Deze onrust, zowel op als naast het veld, roept vragen op over de toekomst van Kuit bij de club. Naast de sportieve malaise doen er ook persoonlijke geruchten de ronde over Dirk Kuit. Juist Ganol op Instagram berichten enkele maanden geleden over een mogelijke relatiecrisis tussen Kuit en zijn partner Keet Ruinemans. Er werd beweerd dat hun relatie niet meer zo stevig is als vroeger en dat er zelfs sprake zou zijn van een mogelijke breuk. Volgens dezelfde bronnen zou Kuit met meerdere dames contact hebben gehad. Wat bij Kate voor spanningen zou hebben gezorgd. Er wordt beweerd dat hij recent nog contact heeft verbroken met een van deze vrouwen om de situatie te sussen. Kuit zelf heeft deze roddels echter krachtig ontkend. In een reactie aan weekblad Story verklaarde hij dat er niets klopt van de verhalen over relatieproblemen. Hij benadrukte dat er geen sprake is van spanningen tussen hem en Kate. Ik heb de verhalen ook gehoord, maar er is echt helemaal niets aan de hand tussen Kate en mij, al dus Kuit. Het blijft dus voorlopig onduidelijk wat de verhuiswagens precies betekenen en hoe het verder zal gaan met Kuit, zowel op het gebied van zijn carrière als op persoonlijk vlak. Toch lijkt het erop dat hij vastberaden is om te blijven vechten voor succes, ondanks de storm die momenteel om hem heen woedt.